Breda Nu. Je weet het meteen. Aanstaande zaterdag begint het carnaval weer. We gaan de Bredana's ondervragen wat hun en of hun carnaval hebben gevierd. En waar ze het gaan doen of waarom dat ze geen carnaval gaan vieren. Jullie zijn al helemaal klaar voor de carnaval, zie ik. Ja, zeker. Nou ja, ik weet het nog niet echt heel erg zeker. Ik heb misschien nog wel een nieuw pak nodig of zo. Ik ben niet klaar voor carnaval. Nou, echt een kroeg binnenvallen waarschijnlijk niet. Maar we gaan wel dit jaar wat serieuzer mee, anders normaal. Want we gaan met de kinderen meedoen aan de kinderen op kindercarnaval. Dus ja, dan ben je er iets meer bij betrokken dan de jaren daarvoor. Ja, dat weet ik nog niet. Ja, als frietzak waarschijnlijk. Ja. Als hem dan. Ik weet het nog niet. Ik ga als piraat. Ik was niet echt verkleed. Nee, want wij vierden geen carnaval op school. Ik vierde het altijd op de basisschool, maar niet nu. Omdat het saai is. Ja, toen ik op de basisschool zat, deed ik het wel, maar nu niet echt meer. Nee, ik vind de optocht in Breda nooit zo heel erg spannend. Nou ja, het is wel gewoon gezellig. Maar ik zit er net tussenin. Want op de basisschool vier je het wel en op je 16e ga je uit en dan ga je wel verkleden. Nee, het thema gaan we volgens mij de 11e van de 11e meekrijgen. En ja, en dan kunnen we echt gaan beginnen. Ja, Breda is wel de beste stad voor carnaval, hè? Ja. Vaak is het zo dat het een hele lange optocht is met heel veel gaten ertussen. Waarbij je vooral moet wachten tot de volgende attractie weer voorbij komt. Nou, we gaan wel elk jaar naar de optocht, maar niet heel erg veel. Ik vier carnaval niet echt meer. Ik had het al gevierd. Het kan van alles zijn. Meestal gewoon één groot pak en dan is het een dier of zo. Breda Nu. Je weet het meteen.